Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. Mijn naam is Mike Hooiveld en vandaag zijn wij weer terug met de coronatapes. Pim, welkom. Ja, dankjewel voor het uitnodigen. We hebben eerder al Mike van Duivenbode, Mike de Dekker gehad. Mike de presentator, welke speler hebben we deze uitzending? Ja, we gaan weer terug van onze zuidenburen weer terug naar ons eigen landje. Dan gaan we vandaag niemand minder dan Perry van Petergast. Perry, leuk dat je bij ons aan moet schuiven. Ja, goedemiddag jongens. Geen probleem. Dankjewel voor de uitnodiging. Vind ik leuk. Nou ja, we houden het positief, maar we ontlopen het er niet aan. Waar kunnen we Perry van? Nou ja, van de Grand Slam of Darts, waar hij het wonder wel tot de laatste 16 schopte. Ongelooflijk knap op de manier waarop. Maar hoe is het eigenlijk nu met je, Perry? En in deze tijden, wat maak je eigenlijk nu mee? Nu gaat het een heel stuk beter natuurlijk. Ik ben veel aan het trainen. En nu natuurlijk, omdat er weinig toernooien zijn, of in ieder geval helemaal geen toernooien, sorry. Is het een beetje moeilijk om bezig te blijven. En ik kan eigenlijk niet wachten tot het seizoen weer verder gaat. Ja, precies. De andere darters die we tot nu toe hebben gesproken met dezelfde vraag van, hè, wat doe je nou eigenlijk nu er geen toernooien zijn? Die zeiden allemaal dat ze heel weinig tot zelfs niets deden qua darten. Kan jij je uurtjes nog wel vinden in het darten of is het ook wel moeilijk voor jou? Het grootste probleem is dat je moet een motivatie vinden voor een bepaald toernooi. En op dit moment weet je gewoon niet voor welk toernooi dat zal zijn. Maar ik train op zich gewoon een beetje richting mijn normale schema. En ja, tot nu toe lukt het nog wel. Alleen ja, op den duur ga je natuurlijk een beetje vervelen. Of je gaat denken van, ja, hoe lang gaat het nog duren voordat we weer verder gaan? Dan gaat de motivatie een beetje zoeken. Ja, dat klinkt logisch. Want hoe is jouw normale schema dan qua darten? Ik probeer meestal wel elke dag sowieso een paar uurtjes te gooien. Een uurtje of twee moet wel lukken. Alleen ja, nu is het wel ietsje minder. Alleen wel gewoon goed, zeg maar, gewoon mijn eigen spelletje doen. 121, 170. Soms computerspel tegen computers trainen. Nu kun je ook online spelen. Heb ik helaas nog niet geprobeerd. Maar misschien is dat wel iets wat het een beetje interessant kan houden. Ja, want dat is eigenlijk onze standaardvraag bij elke dag die we hebben. Verlang je naar NACA, webcam darts? Je kent alle mogelijkheden. Nou, je haalt zo het al aan. Het is een optie. Zou je daar wekelijks gebruik van maken? Of is het alleen een keertje om te kijken? Ik zou de eerste keer naar willen kijken. Van of het wel iets is. Want ik heb natuurlijk ook heel veel dingen op Facebook voorbij zien komen. Van ja, als je zonder camera speelt, dan weet je niet of iemand vals speelt. En dat vind ik dan ook weer zo raar. Dan heb ik liever dat ik met camera speel, dan kan ik echt proberen. En net zoals Michael Smith, Chris Doby, dat soort spelers staan allemaal online spelen. Dus dat is wel interessant, om dat tegen te kunnen trainen. Alleen, ja, het is maar even eigen kijken of het er is. Ja, zeker. Nou goed, we hebben het genoeg gehad over de omstandigheden nu. Laten we beginnen bij het begin van het seizoen. Je bent naar Q-School gegaan, ben je niet voor de eerste keer. Maar het was wel net op Q-School. Ja, helaas ben ik natuurlijk al een aantal keer op Q-School geweest nu. Ik heb op één wedstrijd heb ik mijn toolcap niet gehad. En zelfs op één puntje volgens mij. Dus dat is, dat is niet echt al te leuk. Ja, je verloor inderdaad met 2 punten op de Order of Merit. En op dag 3, als ik het goed heb, verloor je van de Tsjech Karel Sedlacek in de finale. Je won je doorkaart dus niet. Maar zou je kunnen zeggen dat dit een van je betere Q-School deelnames was? Of? Dit was in mijn ogen mijn beste Q-School deelname. De vorige editie heb ik binnen de eerste paar dagen dat ik er was een voedselvergiftiging gehad, waardoor ik echt heel zwak aan het bord stond en ik kon niet slapen. Dus heel die Q-School is in principe gewoon, die heb ik vergeten. En dit jaar heb ik gewoon heel goed staan spelen in principe. Het kan natuurlijk wel een heel stuk beter, maar het was genoeg om heel veel punten te halen. Alleen helaas dan in de finale net niet.
Ja, die wedstrijd tegen Karel Sedlacek, kan je ons een beetje meenemen in die wedstrijd? Hoe ging jij de finale in? Want je wist, ik moet nog één potje winnen en dan heb ik gewoon een tourkaart. Ik ging die finale echt in van, nou, ik ga deze winnen. Ik voelde echt van, ik voel me gewoon prima. Mijn finish is gewoon goed, de score is gewoon goed. Alleen nu nog in deze wedstrijd afmaken. En ik begon ook gewoon prima. En volgens mij op een gegeven moment miste ik één of twee paarden op de dubbel. Echt heel strak. En ik dacht echt van, nou, die zit erin. Maar dat was niet. En ik draai me even om en hij gooit 146 uit. En ja, die deed me natuurlijk wel een beetje pijn. Ik heb natuurlijk wel respect voor als iemand zoiets uitgooit voor zo'n moment. Dan heb je wel gewoon ballen, zeg maar. Alleen de leg daarna, volgens mij, mis ik weer een pijltje of twee. En hij gooit weer een 100 finish uit of zoiets. Ja, toen was het. Ja, de wedstrijd was gedraaid, want ik scoorde beter in het begin. En na die finish scoorde hij alleen maar één of twee trips per beurt constant. En bij mij ging het weer net niet. Dus Is het toen dan was het gevoel moeilijker, van mij. is het dan moeilijker om de dag daarna je opnieuw op te laden voor de laatste dag van Q-School? Oh, ik vond het rare. Op de laatste dag heb ik met ingooien heb ik het beste staan gooien van al die dagen. Dus ik had eigenlijk zoiets van, nou, weet je wel, kom maar op. En toen, ik weet niet, in mijn wedstrijd liep het echt totaal niet. En ik dacht echt bij mezelf van, wat is dit joh? Waarom gaat het met ingooien vandaag wel echt geweldig en dan nu net niet? Ja, ik weet niet, is dat extra druk of niet? Het wilde gewoon niet. Je hebt dit jaar, Barry, de Development Tour en de Challenge Tour gespeeld. Ja, wat ons eigenlijk opvalt is dat je vorig jaar het ongelooflijk goed deed op de Challenge Tour. Daardoor kwalificeerde je ook voor de UK Open dit jaar. Terwijl dit jaar, dus 2020, is het eigenlijk andersom. De Development Tour is veel beter dan de Challenge Tour. Weet jij hoe dat kan? Of... Ja, dat weet ik zeker. En daar heb ik ook een heel mooie reden voor. De week na Q-School was gelijk al een challenge tour. En ik had natuurlijk mijn tourkaart nipt gemist. En ik had helemaal geen zin om challenge tour te gooien. Omdat ik echt wist van, ik had gewoon mijn tourkaart moeten hebben. En ik vind het, voor mijn doen, in mijn ogen vind ik het, een week na de Q-School en gelijk al een challenge tour te moeten spelen, is eigenlijk veel te kort dag. Je kunt je niet zomaar snel omzetten naar de lagere toer, zou ik zo noemen. Ja, dus als ik het zo hoor, had jij het feit dat je je tourkaart niet gewonnen, of eigenlijk net niet gewonnen had, toch wel te veel meegenomen in het Challenge Tour weekend. Jazeker. Eigenlijk, ja, ik stond eigenlijk in Wigan te spelen, maar waarom stond ik echt bij mijn gedachte van, nou, waarom ben ik hier? En toen had ik wel, toen ik thuis kwam, had ik wel weer zoiets van, oké, dit is mijn laatste development tourjaar. Nu moeten we daar gewoon die volle focus op hebben en gewoon gelijk er tegenaan. En ja, zo gebeurt. Ja, nou dat ging goed. Toernooi 1, de winnaar van het toernooi. Dat is je vierde Development Tour titel, als ik het goed heb. Je verslaat en in de halve finale tourkaarthouder Ted Evans. En dan ook nog in de finale. Ja, met 5-1. Vrij makkelijk als je naar het resultaat kijkt. Ook een tourkaarthouder, Martin Schindler. Hoe was die dag voor jou? Oh, ik die dag, volgens mij moest ik de eerste ronde ook tegen een Nederlander, René Molendijk, als ik het goed heb. Ja, klopt. Toen was het een beetje, in principe het is het eerste toernooi van het seizoen. Het is een beetje, soort opwarmen, eigenlijk. En in die wedstrijd gooide ik wel een redelijke wedstrijd. Niet super of zo, maar wel gewoon oké. En volgens mij heb ik het langzaam opgebouwd naar steeds betere wedstrijden. En toen ben ik gewoon een beetje constant niveau aan gaan houden. En dat, ja, het liep heel goed. Scorend gooide ik goed. Finish ging meestal gelijk erin. En ja, gedurende het toernooi verder ging, voelde ik gewoon van, oké, dit is mijn toernooi. Ik ga dit winnen. Is deze winst ook weer een bewijs dat Barry van Peer weer terug is in het dartlandschap, zeg maar? Ja, zo kun je het wel zien. Ik heb vorig jaar ook een Challenge Tour gewonnen. Dat was ook al een mooi teken natuurlijk. Van, nou, nee, ik ben er nog steeds. Ik verga niet zomaar. En
om dit jaar natuurlijk te beginnen met een developer-toewinst is natuurlijk geweldig. En dat is natuurlijk voor mijzelf een mooie confidence booster. En ook het teken van, ik zit er nog bij, ik kan nog steeds deze toernooi winnen. Ja, dat klinkt inderdaad goed, maar op die dag zelf, in de namiddag of avond zal het misschien wel geweest zijn, toen lukte het je niet om een wedstrijdje te winnen bij Development Tour 2. Weet jij hoe dat kan? Vond je het al goed dat je had gewonnen of was het moeilijk om je op te laden opnieuw? Ik ben zelf eerlijk, ik ben een persoon die op één van die twee toernooien meestal alle focus legt. En dan alles geeft. En voor mij is het soms moeilijk om mijn eigen op te laden voor de volgende. En ik denk dat het, omdat ik gewonnen had, dat ik echt zoveel adrenaline had dat ik het gewoon ook niet naar beneden kon krijgen. Waardoor ik eigenlijk in mijn eerste wedstrijd gelijk eigenlijk mezelf wel kalmeren, maar het lukte gewoon niet. En toen wilde het gewoon niet. Nee, ja, ik denk dat het wat jij zegt over dat je één toernooi de prioriteit stelt, dat laat ook de zondag zien. Daar haal je de laatste 16, verlies je net met 4-3 van Niels Sonneveld. En dan in die middag inderdaad verlies je weer in de eerste wedstrijd van Owen Roelofs. Die laatste 16, is dat iets om tevreden mee te zijn? Of ja, hoe zit jij daarin? Ik was met die laatste 16 niet tevreden, want ik had al meerdere matchen gemist. En ik vroeg me eigenlijk af van hoe heb ik deze wedstrijd verloren. Ja, ik moest natuurlijk wel tegen een van mijn beste maten Niels. Mm-hmm. Uiteindelijk gooit hij de dubbel uit voor de wedstrijd. En ik dacht van hoe heb ik dit verloren? Als ik gewoon mijn dubbel had gegooid, had ik hem gewonnen. En had ik gewoon misschien nog wel een toernooi kunnen winnen. Dan mis je zoveel dubbels en dan ga je naar de volgende toernooi toe. En dan ben ik helemaal op. En dan is het, dan wil het ook totaal niet. Scorend liep het niet, dubbels liep het niet. Dan is het snel doei doei. Ja, denk je dat dat beter zal komen? We moeten eerst kijken of Development Tour toernooien, hoe snel die weer gespeeld gaan worden natuurlijk. Maar denk je dat dat beter gaat komen naarmate je meer in het seizoen zit? Dat je dus wel dat tweede toernooi jezelf kan opladen? Meestal heb ik wel gedurende het seizoen dat ik het meer constant doe. Dat ik bijvoorbeeld in een weekend minimaal twee keer de laatste 16 haal en een keer de kwartfinale. Dat heb ik volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor een paar keer gedaan. En dan zie je ook dat ik gewoon constant ben. Als ik dan verlies in de eerste ronde, was het meestal gewoon een prima wedstrijd. Alleen dan valt het gewoon net niet om te winnen. Dat soort dingen. En ik hoop dat het, als het seizoen weer verder gaat, dat het gewoon constant wordt. Mm-hmm. Over de Challenge Tour zullen we het dan maar even niet te veel hebben. Je won daar in de vier toernooien die we nu hebben gehad, won je daar één wedstrijd. Geen prijzengeld. Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar gaat het beter worden op die Challenge Tour als die opnieuw wordt gespeeld, denk jij? Jazeker. Dat is niet zo moeilijk. Dat weekend word ik zo slecht van mijn gevoel, ik had helemaal geen zin. En natuurlijk, als het seizoen weer verder gaat, en nu hebben we alle tijd om te trainen weer. Dus als het dan weer verder zou gaan, dan is het vol gas erop en een hele grote verbetering maken. Ja, want als we wel even bij de Challenge toe blijven, maar we kijken dan naar vorig jaar, eindigde je negende. £2000 achter een toekaartplek. Een ruime £2000. Maar je hebt wel op de Pro Tour kunnen spelen. Heb je dan de eerste 8 Pro Tours van het jaar gemist? Dat je denkt van, daar ben ik niet bij. Ik heb vorig jaar een aantal Pro Tours gespeeld. Alleen bij het begin van de seizoen van de Challenge Tour was ik niet echt aan de top. Dus toen kon ik geen Pro Tour spelen. Toen won ik het toernooi, kon ik het spelen. En ik mis natuurlijk de Pro Tour zo erg. Ik heb ook gewoon goed gespeeld. Moet ik ook eerlijk zeggen. En ik weet ook in mijn achterhoofd, een week na de Q-School, Challenge Tour, je net al uitgelegd. Alleen is het wel een soort extra druk op van, als je in de top, laten we zeggen top 5 staat,
kun je gewoon een aantal protos meedoen normaal gesproken. Hmm. Alleen ja, dat is dan dit jaar tot nu toe niet geen goed teken. Heb je veel geleerd van die tijd dat je op de Pro Tour hebt gespeeld vorig jaar? Jazeker. Ik was natuurlijk vanuit de Challenge Tour. Mensen die tegen mij komen, die denken natuurlijk van, oh, waar komt vanuit de Challenge Tour? Daar moet ik eigenlijk wel voor kunnen winnen. Hey, dat soort dingen. Alleen, ik zie het, omdat ik op de Challenge sta, zie ik dit juist als de perfecte training weer om weer daar naartoe te werken. En ik heb daar onder andere Daryl Gurney verslagen. En dat was ook een wedstrijd waar ik gewoon, ja, voor mijn gevoel was ik gewoon veel, veel beter. En dat merkte ik ook gelijk de week daarna bij lokale toernooien en met trainen. Dat ik gewoon echt vanuit die pro-tour, vanuit het pro-tour weekend gelijk mijn niveau weer omhoog heb. Ja, om nog even terug te gaan op de Development Tour. Op dit moment, aangezien Ryan Meikle een tourkaart heeft, sta je op een tourkaart zelf. Dus stel, er wordt helemaal niks meer gespeeld, daar gaan we natuurlijk niet van uit. Dan win jij gewoon een tourkaart. Ben jij daar nog mee bezig, de aankomende toernooien? Of is het echt alleen maar, ik wil gewoon zo best mogelijk presteren en dan zie ik vanzelf wat het gaat worden? Nou, mijn doel is natuurlijk gewoon dit seizoen, omdat ik er al eentje gewonnen heb, wil ik er graag nog eentje winnen. En dan bedoel ik natuurlijk een development toernooi. Sorry. Ja. Maar mijn doel is natuurlijk om zo hoog mogelijk te eindigen. En het stukje van de tourkaart, ja, die wil ik eigenlijk gewoon aan mijn zijkant schuiven. Natuurlijk is dat de grootste bonus die je kunt hebben. Alleen, ja, als je daar te veel over gaat denken bij het begin van het seizoen al, dan denk ik dat je te hoog kunt gaan grijpen en dat je gewoon mist. Dat je gewoon gaat zakken. Je gaat te veel druk op jezelf leggen, want je wilt juist die topplek halen, zodat je een tourkaart kunt hebben. Ja, daar ga ik niet over denken. Ik denk gewoon van, nou, dit is mijn laatste jaar. Ik moet gewoon zo goed mogelijk gooien. En mooi afsluiten. Ja, precies. Mede dankzij de Challenge Tour van vorig jaar stond je dit jaar op de UK Open. Je won een wedstrijdje van Owen Roelof, die je volgens mij ook wel goed kent. Daarna verloor je van Ted Evans. Hoe was het om daar te staan op de UK Open? Ja, het was natuurlijk een mooi. Ik heb er al één keer eerder gestaan. Toen moest ik de tweede ronde volgens mij tegen Richie Corner. Die verloor ik met 6-5. En toen dacht ik van, nou oké, hier moet ik terugkomen. Nou, ik kwam uiteindelijk dus dit jaar weer aan bij de UK Open. Het gevoel was goed, want ik had de week daarvoor of twee weken daarvoor het Development Tour toernooi gewonnen. Dus ik dacht, nou, het gevoel is goed. En het één gooien ging ook gewoon prima. Gewoon precies hetzelfde als de weken daarvoor. Het voelde me goed. Alleen, ik begin die wedstrijd. En ik denk echt dat het een van mijn slechtste wedstrijden op zulke toernooien is. En ik vond het echt gewoon, ja, natuurlijk is het niet leuk om tegen een van je beste maatjes te gooien. Alleen ja, je moet het natuurlijk aan de kant schuiven. En dat probeerde ik ook. En dat gebeurde ook. Alleen ja, het was gewoon eerlijk is eerlijk. Ik denk dat Owen hiermee zal instemmen. Dat dit gewoon echt een baggerwedstrijd was van ons allebei. Dus ja. En ja, daarna moest ik tegen Ted Evans, waar ik ook al van gewonnen had dit jaar. Dat ik denk van, nou oké. Nou gaan we tegen hem wel. Gewoon vol de bak erop dan. Alleen ja, toen zat alles op de draad. En ja, dan zit het gewoon niet mee. Ja, ja, na een slecht, nou, wat je zelf zegt, een slechte wedstrijd tegen Owen Roelof, ga je dan ook met een minder gevoel in de wedstrijd tegen Ted Evans in? Of? Ik had juist het tegenovergestelde. Ik dacht juist van, toen ik van hem begonnen had, ben ik gelijk even gaan zitten. Mezelf gekalmeerd. Van, hé jongen, nou gaan we serieus gooien. En nu moet het een stuk beter. En toen ben ik ook gewoon ingooien. Het ging een stuk beter. En motivatie was er ook goed. Niet te overdreven. Maar gewoon goed agressief, zou ik zo zeggen. En ja, alleen als het dan in de wedstrijd net op de draad zit. En hij propt altijd dubbels er net in. Ja, dan heb je snel een probleem van 4-0 achterstand. Ja,
Ja, soms moet je inderdaad een beetje geluk hebben. Op dit moment, als je gewoon lekker blijft presteren op de Development Tour, kwalificeer je ook gewoon voor de UK Open. Zal dat ook een doel voor jou zijn? Als je moet kiezen tussen de Development Tour en de Challenge Tour, dan zal de Development Tour wel de prioriteit krijgen, aangezien als je kijkt hoe je op dit moment op de ranking staat. Ja, die Velvet Tour heeft sowieso dit jaar mijn prioriteit, omdat het mijn laatste jaar is. En ja, omdat ik de Challenge Tour natuurlijk niet goed begonnen ben, is dat natuurlijk al gewoon iets waar ik gewoon relax kan gaan gooien. Als ik gewoon daar mijn ding doe, dan kan ik nog wel een toernooi winnen. Alleen, ja, dan moet dan even die switch moet even gemaakt worden. En dan hopelijk gewoon via de Development Tour een UK Open plaats gemaakt, minimaal. Je doet ook aan soft tip. Daar wil Mike nog wel wat over vragen, volgens mij. Ja, je speelt ook soft tip, maar je speelt ook wel L-style. En we zien in het Japan van Chinese circuit veel L-style spelers, veel soft tip kasten. Ben jij een beetje een speler die daar ook het liefst zal spelen? Kom zo nog op je reis naar Japan. Maar ben jij eigenlijk, ja, ik wil niet zeggen het verkeerde land geworden daarvoor, maar we zien als je over je Facebook kijkt bijvoorbeeld, dat je veel met L-style bezig bent en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Natuurlijk is L-Style mijn sponsor. En ik heb zelf ook een klein winkeltje met alleen L-Style producten en Dynasty Darts. Dat is ook een Japanse sponsor voor mij. Ja, ik was natuurlijk al in de softwarewereld beland voordat ik bij een van hun tekende. En ja, het spelletje vind ik zo fantastisch. Ik ga zo graag naar Azië toe en naar Amerika voor het soft. Ik zou eigenlijk, als iemand zegt tegen mij, of je mag twee pro-tours gooien, of je mag naar Azië voor een softflip toernooi, dan zeg ik softflip toernooi. Ja, maar goed. We hebben hier een republiek in deze quarantaine, mooie verhalen. En ja, ik hoef er bij jou niet lang te zoeken, maar ik denk toch dat de reis naar Japan wel genoeg mooie verhalen bij jou kan bovenborrelen. Ja, ik ben er nu een aantal jaar geweest. Eén keer voor het steel tip toernooi op Japan. En twee keer voor het soft tippen. Onder andere met Jelle Klaassen. Dus dat was, het zijn echt gezellige toernooien. De mensen daar zijn echt gewoon zo gastvrij. Het is een hele andere wereld. En ja, je moet er eigenlijk gewoon een keer zijn geweest. Maar ja, helaas is het aan de andere kant van de wereld zo. Dus dat is een beetje moeilijk voor heel veel mensen. Ja, want wat ik kon vinden, heb je het WK soft tip gegooid. Klopt dat? Of heb ik nou heel wat anders? Je hebt verschillende soort, net als PDC en BDO en WDF, heb je soort verschillende bonden. Je hebt namelijk Bullshooter en Darts Live. Ja, er zijn nog wel meer, hoor, maar dat zijn de twee die ik speel. En in Chicago heb je het WK Bullshooter. En daar ben ik al ook een aantal keer geweest. En dan heb je Darts Live, dat zijn de World Stages. Daar zijn meestal vijf toernooien van in het seizoen. Eentje in Maleisië, eentje in Japan, Hongkong, eentje in Europa. Dus elke keer wat anders. En daar ben ik ook al een paar keer geweest. Maar dat is gewoon een soort circuit, zeg maar, een soort ranking systeem. Zou je kunnen zeggen dat jij relatief een betere soft tipper bent dan een steel tipper? Of gaat dat te ver? Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat jij wel gewoon gelijk hebt. Ja. Ik denk dat ik beter, dat ik als ik, ik denk als ik mijn focus op softtip zou leggen, dat ik meer kan bereiken met softtip dan met steel. Heb je het al eens overwogen om het te doen? Jazeker. Ik heb het al een keer overwogen. Alleen, ja, het grootste probleem is natuurlijk dat al die grote toernooien zijn meestal in Japan en Hongkong en Singapore. Dus ja, dat zou je de keuze moeten maken om misschien daar naartoe te gaan verhuizen. Maar dat is natuurlijk een hele grote stap. En verschillende talen. Dus dan moet je heel je leven aanpassen. Dus dat is een beetje de grootste drempel. Ja, dat houd je echt tegen. Ja, het is, jezelf verhuizen naar de andere kant van de wereld is natuurlijk al heel wat. Alleen, ik heb er natuurlijk ook over nagedacht van, nou, misschien dat ik gewoon vanuit Nederland gewoon naar elk toernooi op en neer kan reizen. Maar ja, dan ben je ook
vliegtickets, et cetera, ben je ook alweer bakken kwijt. Tja, helaas. Maar goed, je hebt natuurlijk het WK daar gespeeld, of in ieder geval een ronde van het WK daar. Hoe is dat gegaan? Nou, afgelopen jaar ben ik dan naar Japan gegaan voor een van die rankingtoernooien. En ik heb daar het rankingtoernooi van singles natuurlijk gespeeld. En dat was een heel goed koptoernooi. En in de singles ben ik volgens mij uitgeschakeld bij de laatste 32 van de, volgens mij, 500 of 600 spelers. Ik heb heel goed staan gooien die dag. Ik denk dat ik als een van de beste stond te gooien. En ja, ik moest toen de laatste 32 tegen de Japanner. En die was eigenlijk heel erg laat voor zijn wedstrijd. Voor de wedstrijd, sorry. Alleen, ja, hij was net op tijd om te beginnen. En hij speelde echt, volgens mij, in mijn ogen, heeft hij zijn beste wedstrijd ooit gespeeld op dat moment. Dus dat was helaas pindakaas voor de singles. Maar ik heb de dag daarna de koppels gewonnen samen met Shingo Inomata uit Japan. Dus dat was dan wel weer de opvrolijker van het weekend. Ga je dit jaar weer terug? Of ik dit jaar weer terug ga, dat is... Dat weet ik nog niet zeker. Want alle toernooien zijn gecanceld dit jaar. Dus misschien voor het Steel Tip toernooi kan ik misschien wel gaan. Maar ja, dat is natuurlijk ook nog afwachten. Goed, maar wat is nu het verschil? We weten dat de pijlen wat lichter zijn. Maar stel, je bent de hele week aan het soft tippen en je speelt daarna, die weken na moet je Steel Tippen. Dus kan je heel snel schakelen? Of we zien natuurlijk de ene darters doen het wel, de andere darters doen het niet. Zoals Kim Uitbrecht speelt ook wel een soft tip. Jelle Klaas haal je zelf wel aan. Kan je snel schakelen of is het echt per persoon gebonden? Ik denk dat het per persoon anders is. De ene die switcht binnen 5 minuten, de andere switcht binnen 1 uur. De andere moet twee dagen gaan trainen met stilte weer. Ik ben altijd best wel makkelijker in geweest. Ik heb een iets kortere shaft op mijn softe pijlen staan. Dat is het enige verschil en een aantal gram. Alleen, mijn pijlen zijn bijna hetzelfde. Ze vliegen hetzelfde. Dus voor mij betreft, ze gaan over switch ik binnen 2 beurten. Dan voelt het voor mij weer als normaal. Dus ja, maar ik speel natuurlijk al jaren softer en stilte. Dus voor mij is het natuurlijk een normale zaak geworden. Alleen ik denk, als iemand net begint met softtippen, dan zal het wel moeilijk zijn als je bijvoorbeeld een paar dagen softtip hebt, om dan in 1 keer de verwachting te hebben dat je weer goed kunt gaan stiltippen. Nou, dan wil ik Barry in ieder geval heel erg bedanken dat hij bij ons zou zijn in deze podcast. Heel erg bedankt daarvoor. Ja, geen probleem. Het was een genoegen. En we hopen dat het dit seizoen snel weer aan de gang gaat en dat we je volgend jaar op de Tour gaan terugzien. Ja, ik hoop het ook. En hopelijk gaat het snel voorbij, zodat we allemaal weer lekker kunnen gaan darten. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook weer een leuke aflevering zullen maken voor de volgende persoon. Ja, natuurlijk, dat gaat helemaal goed komen. Ik wil Pim bedanken. Ja, dankjewel, Mike. En we zijn volgende keer terug met weer een nieuwe Challenge Toespeler. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze Achter de Hockey podcast. En tot de volgende!